In Genesis 11 staat: alle mensen op aarde spraken éénzelfde taal en gebruikten dezelfde woorden. Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinaar en ze vestigden zich daar. Ze zeiden tot elkaar: kom, laten we tegels maken, en ze harden in het vuur. De tegels gebruikten zij als bouwstenen met asfalt als mortel. Nu zeiden ze: laten we een stad bouwen met een toren waarvan de spits tot in de hemel reikt. Dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid. Toen God de Heer neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden in ogenschouw te nemen, zei hij: nu zijn we één volk en spreken ze alle dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin. Later zal geen enkel van hun plannen meer te stuiten zijn. Laten we neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt. En de Heer dreef hen vandaar naar alle kanten de aardbodem over. En er kwam een einde aan de bouw van de stad. Daarom noemt men die stad Babel, want de Heer heeft daar verwarring gebracht in de taal van de mensen en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid. Hoe ziet Babel anno 2020 eruit? Er is een overvloed aan kennis en informatie. De kennis in de wetenschap is ongekend. De informatieoverdracht via het web geeft toegang naar kennis over letterlijk ieder onderwerp. Iedereen kan zonder enige barrière, welk idee dan ook, al dan niet anoniem, op het web plaatsen. Maar hoe beoordeel je nu wat zin of waanzin is? Dat is het probleem van de Babylonische spraakverwarring anno 2020.